Welkom bij de Real Jump Jump Gaming. Vandaag speel ik weer samen met... de E-Marty. En vandaag doen we de tweede wedstrijd in Austin. Helaas heb ik de vorige verloren. Dus het staat nu 1-0 voor Adrian. Wij wensen u samen weer veel... plezier. Oké, dan gaan we naar de race. Nou, even kijken. Ik moet natuurlijk wel eerste worden, hè. Of niet, Adrian? Ja. Nou, ik ben bang dat ik het was. Pas op, hè, voor deze bocht, want dit is een rare bocht. Oh. Wat heb ik gezegd, Adrian? Oh shit. Wat? Wat doet hij? Ja, dat weet ik niet. Zag je dat? Nee, ik kijk toch naar mijn scherm? Ik mag niet naar jouw scherm kijken, zeg jij. Oh, mijn motor is nou al naar de Filistijn, heb ik het idee. Ja, we moeten echt even restarten, denk ik. Nee. Zo werkt dat niet, hè? Ja. Nog meer kilometers achter. Geen restart, dat mag niet. Oh shit. Maar je zit op hetzelfde stuk als mij, hè? Ja? Valt nog mee? Ja, valt nog mee. Oh shit. Ik vind dat de graphics van dit spel een beetje tegenvallen. Ja, vind ik ook. Ik vind het allemaal blokkerig en alles uitzien. Ja, op zich de rijders niet. Nee, oké, maar de baan zeg maar, wat er omheen zit en... Ja, dat is wel... De baan op zich valt ook nog wel mee, maar ik weet niet. Dat is een beetje nep inderdaad, ja. Ik kan me nog een spel herinneren wat door een andere ontwikkelaar was gemaakt. Ja, dat MotoGP 2013. Ja, die zag er wel gelukt uit. Geen veel te wijd. Ja, toen werd het nog door THQ gemaakt. Ja. Oh mijn god. Oh, oh. Kijk mijn wiel! Ik weet niet eens hoe je wiel trekt. Gewoon die joystick naar. Ah, okay. Maar het meest belangrijkste is nu dat ik voor jou rijd. Ja. En dat ik voorlopig op een 2-0 voorsprong. Maar deze bocht ga je weer plat. Dus, Of ik. Jij gaat plat. En ik bouw mijn voorsprong weer uit. Ik ben er al achter. Je moet gewoon op de motor blijven. En ja, god, dat is nogal logisch. Ja, maar jij valt sowieso een paar keer. En als ik gewoon lekker rustig aan die wedstrijdjes rijd, dan is er niks aan de hand. Sorry. Ja, dat komt omdat ik zoveel... Ik haal het maximaal uit die motor. Ja. Oh. Ja, ik zie het, en dan ja. Ga ik soms een beetje over de streep. Dan ben je nou een beetje laatste bijna. Helemaal niet. Ik zie jou daarvan rijden, of niet? Kut. Moet ik wel even normaal doen. Oef! Oh no way! Oh ja! Op die... Oh ja! Wow! Oh, en wie komt daar jou voorbij zijn? Oh, shit, gaat ook weer. Oh, wat mooi dit. Ik heb het gevoel dat ik veel te slow door die bocht. En wat doet u daar? Kijk! Ja. Hier! Daarop! Man! Oh, geweldig! Oh, ik vind het mooi, ik vind het zo prachtig. Oh shit. Ik denk dat er een tactical problems uit gaat vallen. En als je naar mijn banden kijkt, ziet dat er goed uit. Jeffrey, ik weet niet hoe dat zit precies. Nou, je achterband is heel warm. Oh, dat is goed. Nou, ja. Of niet? Het kan ook te warm, hè? Ja, maar ja. En met wat voor banden rijden we eigenlijk? Ik weet het. Ik weet het zo niet. Even kijken. Hier ga je veel te breed, Jeffrey. Ja, dat komt omdat ik weer moet kijken. Naar dat is gewoon weer afleidingsmanoeuvre van jou. We rijden met softbanden. Hoe kom je daarachter dan? Nou, want als jij met soft rijdt, dan zit er gewoon een witte lijn op. Ja. En als je met hard rijdt, dan zit er een rode streep op de zijkant. Ah, oké. Nou, ik kijk niet, want ik blijf geconcentreerd op de baan.
Ja, ik ga ook niet meer kijken, want jij zit alweer veel te dicht achter nou mij. Nou gaat er weer één onderuit in deze bocht. Hé. Hey. Oh, vieze, vuile, bloedhond, hé jij. Oh, dat scheelde weer niks. Ging de baan een beetje... Dan kan ik hem hier... Misschien... Ja hoor! Haha! Oh, 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 dat geloof ik. Oh, kijk, dat bedoel ik! Wat is dat? Oh, ja, maar ik ga ook, Adrian. Ik word er zo moe van, hè? Rustig. En je kan er gewoon niks aan doen. Rustig. Ja, dat zijn gewoon van die fouten. Dit zit in het spel, denk ik. Man! Jemig, trekt hij opeens een wheelie? Ja, dan moet je hem ook naar voren drukken, die joystick. Moet dat? Ja, tuurlijk. Dan hou je hem toch onder bedwang, die motor. Oh, oh, vorige race ook niet gedaan. Ja, nee, maar toen had je dat misschien minder. Oh, nee, dan leg ik daar weer op. Oh, oh, oh. Zo dit af. Hier kom jij. Oh, nee, nee! Oh, adios! Adios! Motherfucker! Jij beukte mij daar. Ah, jij beukte mij. Ik zag het wel. Dat is helemaal niet zo. Oh. Adios, amigos! Wat jij net zei. Ja, maar ik rijd nog wel voor jou. Dat scheelt. Oh, oh, mijn motor. Oh, ik vind het helemaal niks als jij achter mij rijdt, hè? Nee, en ik vind het niks als jij achter mij rijdt. Oh, oké. Okay. Zo dichtbij. Dan word ik een beetje zenuwachtig. Ja, ja. Ik vertrouw die motor ook niet, want... Nee, je moet gewoon wat minder gas geven met die bagging, jij. Dit is die bocht waar ik steeds een wheelie kreeg. Dan moet je gewoon... Naar voren! Ja! Nou, doe ik hem goed. Ja, dan ga ik weer bijna... Oh, ik ga je inhalen niet, hoor. Later op, Rep. Stop, gas erop. Kut! Voor mij bab de wheelies. Moet je hem naar voren houden, hè? Hou je van, hou je al, ga er mee. Oh, oké, okay. Die vond hem toch. Gewoon niks moet zeggen. Het laatste stuk van de baan vind ik de bochten, die zijn wel mooi. Die kan je mooi nemen. Jeffrey, hou op te beuken. Oh, mooi. Hij rijdt direct helemaal in de stress. Veel gestresster dan de vorige race. Ik kom gewoon puur omdat ze dicht op elkaar rijden, nou. Oh, kut ik. Oh, goud, veel als die breed. Dikke slipspoor van mij. Oeh. Oh. Hé, hier! Hoe gaat hij weer? Naar voren houden die joystick dan. Oh, daar ben ik zo moe van. Hier, en daarna komt die Dove Show van mij weer voorbij zetten. Ik denk deze bocht hier moet zo voor oppassen. Oh, ja. Kut zo, hè. Ja. Het is de laatste ronde, of niet? Nee. Ik moet nou even een hele goede ronde rijden. Oh, nee! Goddomme! Goed bezig, Ariel. Goed bezig. Hey. Ja, goed bezig, Ariel. Goed bezig. Oh, ik ben nou helemaal weer. Kut.
Pool B. Eerste stuk van de baan, ik kan het niet meewonen met al die rare bochten. Ah, fuck, nee, kom op, nou, kom op. Nou, moet ik er geen weer nee. Jij gaat hier, nee, jij gaat hier op je muil. Dat slippende man! jij gaat hier op je muil. Nee. Dan ga sowieso één keer nog op mijn muil. Ja, dat is mooi. Of ik rij nou op zulke goede rondes. Minder dan een seconde voor Dovizioso. Ik weet niet hoe ver jij achter Dovizioso bent. Wanneer komt Assen eigenlijk? Oh, dat duurt nog wel even. Die wil ik sowieso winnen. Voor de eerste plek, denk ik. Oh, ik rijd een dik stuk voor op jou en we gaan de eerste ronde in, Jeffrey. Gaan we de laatste? Oh, sorry. Ja, ik ben nu nog stress. We gaan maar op je meld. Oh nee! Ja! Oh, ik dacht kijk, zo moet dat. Oh nee. Oh, maar ik rijd nog voor jou. De rest van de baan, dat gaat gewoon goed. Ja, trek naar die ja. Oh, kijk ik weer naar jouw scherm en dat moet ik ook helemaal niet doen. Oh mijn god. Waar rijdt hij? Hij rijdt achter mij, hè? Oh god. Oh nee, oh, dat is verder. Okay. Oh mijn god, ja. Oh, ik zie dat hij heel bij. Oh nee. Oh, dit gaat nog heel spannend worden met die of niet, Jeffy? Dat weet ik niet. Je bent heel stil, hoe komt dat? Omdat ik nee, een pure concentratie zit op het moment. Rossa achter me te hijgen. Als ik die tweede voorsprong heb, jongen, dat begint lekker. Ik denk ach, ja hoor. Tussen. Ziet dat nog goed? Ja hoor! Ik ben jou, ja, dit kan niet meer misgaan. Wat? Nee! Serieus, niet doen! Wat? Nee! Nou, waarom niet? Nee, natuurlijk niet! Jemig! Doe dat niet, joh. Goh, Jeff, je moet echt beter gaan rijden, hoor. Ach, jongen, ik rijd gewoon zo. En ik ben zelfs eerste geëindigd! Ik heb het niet door dat ik tweede reed! Ik heb niet door dat ik tweede reed. Ik ben gewoon de eerste rijden. Of niet? Ja. Nou, sluit jij maar af. Nou, dit was ja, weer een goede race. Je zag dat ik de bochten beter nam dan Jeffrey. En weer eerste. Jeffrey, niet eens weer in de top 3. Gewoon weer buiten de top 3. En ja, 2-0. Geen commentaar. Nou, je versluit jij maar af. Nou, dit was Little Jojo Gaming. Helaas, samen met... De E-Marty. Tot de volgende keer. Hoi!